Op de voormalige buitenplaats Kroon en Berg, aan de grote sloot in Burgerbrug, is een historisch kanon uitgegraven. Hier zijn zojuist twee kanonnen verwijderd die ik gevonden heb. Eén daarvan stond al deels boven de grond als paaltje. Vroeger zijn ze neergezet als schandpalen voor de rijtuigen om de haakse bocht te kunnen nemen. Dat is het achterwiel, het wiel van de rijtuig schampte langs de paal waardoor die in het sporen weer terecht kwam. Van origine zijn ze komen uit Noorwegen vandaan deze, tussen 1692 en 1712. Ze zijn in Amsterdam getest om te kijken of ze geschikt waren als kanon op de vestingwallen. Als ze de test niet doorstonden, en er ging dan een dubbele hoeveelheid kruid in, dan klapten ze uit elkaar vaak op het punt waar de tappen opzij zitten. En dan waren ze ongeschikt natuurlijk, dan waren ze niet meer te gebruiken en dan werden ze verkocht. En dan gingen ze dus her en der naar de buitenverblijven om te dienen dus als schandpaal. En deze zijn eigenlijk vrijwel zeker rond 1700 neergezet. Ik verwacht dat er nog meer hier zijn in de Zijpen, omdat het is een serie geweest. Nou, we wisten niet dat het van ons was, want het is ontdekt hoor. Je hebt hem net gesproken en die heeft ontdekt van er zijn van dit soort zaken ook hier aan de Grote Sloot. En daar wilde ik even naar kijken en wij hebben het signaal wel binnengekregen. En we hebben er vervolgens naar gekeken van wat is nou goed om te doen? Overleg met de gemeente Schagen geweest en daarop bleek dat die hem graag wilden hebben. Er waren er twee. Ik vind het heel mooi dat we dat gevonden hebben hier, want ze zaten natuurlijk onder de grond en uiteindelijk kom je er dan achter dat hier de voorlopers van de Amsterdammertjes staan. We gaan eerst kijken of we ze goed kunnen herstellen en restaureren en of ze toonbaar zijn, zeg maar, dat verwachten we wel. Er is toch een heel mooi verhaal bij te vertellen, ook over de geschiedenis van ons gebied. Alles wat iets vertelt over waar we vandaan komen, wie we zijn, zeg maar, wat ons uniek maakt in dit gebied, wat iets vertelt over onze eigen geschiedenis, dat vind ik waardevol en dat moeten we koesteren met elkaar.